Het is het eerste weekend van augustus, het is mooi weer. We staan weer op het platteland en dat betekent natuurlijk het Dickie Woodstock Festival. Het is nou nog nagenoeg leeg op het festivalterrein. Maar weet je wat, als ik één keer in mijn vingers knip, is het in één keer vol. Ja, we lopen hier nog steeds op het terrein. En ik heb eigenlijk twee mensen gevonden die ik even wat wil vragen stellen. Kom. Oh. Kom. Mag ik jullie wat vragen? Het is heel, heel onschuldig. Waarom zitten jullie hier en kijken jullie niet naar een band? Omdat Mooi Wijk nog niet speelt. Weinig. Hoe vinden jullie die band die nou speelt niet goed aan? Ja, die is ook wel leuk. Maar wij komen voor Mooi Wijk. Mooi Wijk. Ja. Maar dan moet je nog even geduld hebben. Dat duurt nog even. Dat duurt te lang, ja. En jullie komen alleen voor Mooi Wark hier? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik kon er gewoon even bij zitten, gezellig zo. Ik kon even bij zitten. Maar echt alleen voor Mooi Wark? Ja, eigenlijk wel. Maar wat is dan zo goed aan Mooi Wark? Ondanks dat het aantrekkelijke heren zijn? Ja, dat zijn ze zeker. En ze zijn heel vriendelijk. En ja, echt gewoon normale lui. Waar je ook gewoon een praatje mee kan maken. En ze maken mooie muziek. Helemaal goed. En wat vind je van hun nieuwste cd dan? Iets minder dan de vorige cd. Er staan wat nummers op die ik persoonlijk wat minder vind, maar goed. Ja, maar ik vind dat ook, zolang het goede muziek blijft, is het goed. Ja, je moet een nummer niet gaan verkrachten natuurlijk. En waar verheug je nou straks het meest op als ze gaan optreden? Dat ze ons zien staan. Ja, en ga je dan ook doen, want dat zie ik dan wel eens op tv, dat fans slipjes en zo op het podium gaan gooien of... Is dat niet zo? Oh, nee. Is niet nodig. Kijk nog eens, dat is niet nodig. Ondergoed houden we aan. Ja, zo sta je nog op het festivalterrein en zo zie je backstage met de enige echte Henk Westbroek. Henk, wat moet jij op zo'n festival als Dickie Woodstock? Nou, ik ken de Manneke Karrenspooi Boys pas een jaar of 20. En Richard, die dat voorzit, die leek vroeger vreselijk veel op mij. En ze hebben nu een boekje uit, staan ze op de voorpagina. En dan kun je ook zien, wij waren elkaar spiegelbeeld. En... Nou ja, toen is er op een gegeven moment werd dat zo vervelend voor alle twee. Want ik zat toen nog in het goede doel, ik zit daar nu weer in. En dan zeiden mensen tegen me, hey, snabbel je wat bij Mannekoor Karrenspoor? En omgekeerd. En toen is Richard een keer bij me thuis gekomen. Toen hebben we een gulden opgegooid en ik verloor. Dus ik heb mij toen à la Kelly door een cosmetisch chirurg laten behandelen. Ja. Waardoor wij nu niet meer op elkaar lijken. En ik heb er alleen nog een wat soepele, losse huid dan overgehouden. Maar goed, van het een komt het ander. Dus nou ben ik dus hier omdat zij 20 jaar bestaan. Om te zeggen hoe leuk ze 20 jaar zijn. Een vriendendienstje, weet je. Oké. En nou, wat vind je er dan van zo na 20 jaar? Wat vind je nou van Mannekoor Karrenspoor?
Nou, 20 jaar geleden zongen ze even goed. Dus, en het is en ook weinig verloop gehad en zo. Alleen ja, de band is wel gewichtiger geworden. Ze zijn allemaal minstens 10 kilo zwaarder geworden. Dus, nee, maar het is natuurlijk altijd gewoon heel lollig. Het is ook hartstikke leuk dat als je met z'n allen muziek maakt en dat een beetje een vriendenclub is. En het organiseert er met z'n allen ook zo'n beetje dit. Nou, is toch helemaal niks mis mee. Nee. Het is hartstikke leuk dat je dat doet. Doet je dat dan ook een beetje denken aan het goede doel? Als vriendenclub, gezellig bezig zijn nee, met elkaar? Nee, wij zijn nooit een vriendenclub geweest. Nee, was het altijd harde night tussen jullie? Eigenlijk wel. En dat is, tegenwoordig is dat niet meer zo. En ja, we spelen weer vrij regelmatig. Dat is ontzettend leuk om te doen. En puur lol. De lol die Mannenkoor Karspoor altijd gehad heeft. Ja, en daar benijd ik ze eigenlijk wel om. Het volgende liedje heet Stroom uit de polder bij... Stroom uit de polder bij ons, schot, zonder we halen nog veel meer. Stroom uit de polder bij ons, schot, zonder we scheuren. Dus ieder jaar dat moet het weer gebeuren. Dan halen wij het.